Nou, vandaag gaan we de shakshuka maken. Wat heb jij met koken? Ja, ik heb al vanuit huis uit dat ik echt heel klein was en al met mijn ouders ging koken. Ze zijn allebei ook echt kookfanaten. Het is wel echt een hobby, dus het is niet, ik ben geen chef, maar ja, ik vind het superleuk. En datzelfde geldt voor haar vriendin Emily. Omdat ze na hun studie niet op reis konden door corona, besluiten ze samen een quarantaine-kookboek te maken. Maar ja, het is dus niet zomaar een kookboek, het is echt het quarantaine-kookboek. En het boek neemt je mee door 10 dagen quarantaine. Met ontbijt, lunch en avondeten. In het boek staan ook ideeën om de dag thuis door te brengen. En je vindt er tips voor leuke muziek bij het eten. En dan kan je dus lekker aan de slag. En we willen dus echt een positieve draai geven aan deze coronatijd. En dat lukt aardig, want de studenten merken dat het boek veel online besteld wordt. En daarmee hebben ze in deze moeilijke tijd van hun hobby hun werk weten te maken. Ja, eigenlijk was ons plan half tussenjaar, zoals veel studenten, lekker gaan reizen. Of nou ja, daarna, toen we uiteindelijk wisten van dat kan niet echt, wilden we toch veel gaan werken. Maar ja, een baantje is toch wel lastig te vinden in deze tijd. Baantjes stonden eigenlijk on hold. Dus we dachten, ja, waarom gaan we eigenlijk niet zelf iets ondernemen? We vonden het gewoon superleuk om onze passie van koken en ondernemen te combineren. En een kookboek te maken waar heel Nederland van kan genieten. En ook vooral om een positieve draai te geven aan deze tijd. Eet smakelijk! Eet smakelijk!